In Termien bij Genk vonden wandelaars drie explosieven in natuurgebied de Melberg. Volgens Dovo vormen de springtuigen geen onmiddellijk gevaar voor de omgeving. Maar toch roept de politie op om de buurt van de Melberg te vermijden. De explosieven werden namelijk terugbegraven, zodat Dovo ze later onschadelijk kan maken. Hier onder de takken met de linten liggen de drie explosieven. Ze werden gevonden door wandelaars met een metaaldetector. Nadat ze de voorwerpen hadden opgegraven, verwittigden ze onmiddellijk de politie. En die verwittigde Dovo. Waarschijnlijk liggen die daar al tientallen jaren en zijn die nu pas naar boven gekomen. We waren dan ook heel blij dat Dovo ons onmiddellijk meldde dat er geen gevaar was met deze voorwerpen. En dat was voor ons wel heel erg belangrijk. Dovo gaf de opdracht om de explosieven weer te begraven om ze later op de week onschadelijk te kunnen maken. Intussen roept de politie de buurtbewoners op om de omgeving van de Melberg tijdelijk te vermijden. Even niet ontploffen, dat is goed, ja. Bij Brasserie de Carré onderaan de Melberg zijn ze onder de indruk van het nieuws. Ja, ik ben wel een beetje geschrokken dat dat hier in de buurt is. Maar ik geloof de ontmijningsdienst wel. Als zij zeggen dat het niet schadelijk is, dan zal het zo wel zijn. En ja, misschien brengt het wel een beetje ramptoerisme met zich mee, ja. Wie weet. Maar niet iedereen is even gerust. Bommen is altijd gevaar, maar ik bedoel, als zij denken dat niet, ik hoop het voor hun. Dat ze niks... Want dan hebben ze hun verantwoordelijkheid op hen, hè. Als er juist kinderen aan het wandelen zijn of aan het spelen zijn, ja. Het is altijd een risico, hè. De explosieven liggen bovenaan op de Melberg, een eindje van de Rozenkranslaan. Maar toch nam Wim Dries nog eens contact op met Dovo. We hebben toch het zeker voor het onzeker genomen en aangedrongen bij Dovo om snel de explosieven te komen ophalen. En ze hebben ons beloofd dat ze dat morgen voormiddag komen doen.